We werden om rond 10 uur gebeld woensdagochtend dat bij baggerwerkzaamheden een auto aangetroffen was in het water. Met daarin mogelijke menselijke resten. We zijn ter plaatse gekomen en hebben vastgesteld dat het inderdaad om om stoffelijke resten ging. Vervolgens zijn er duikers ter plaatse gekomen om mee te helpen de auto uit het water te halen. Toen de auto uit het water was, zagen we dat er 2 stoffelijke overschotten in zaten. En dat het kenteken behoort bij een auto van 2 vrouwen die sinds 2005 vermist worden. We hebben niet gezegd dat een misdrijf uitgesloten is. We hebben gezegd dat er een vermoeden is van een ongeval. Maar met andere scenario's houden we ook nog rekening. Het onderzoek is gaande. Momenteel is de Forensische Opsporingsdienst bezig met het onderzoeken van de auto. En uiteraard worden de stoffelijke overschotten geïdentificeerd. Om er zeker van te zijn dat we het hebben over de 2 vermiste vrouwen.